Versnel je stofwisseling en ga hypothyreoïdie tegen. Deze verandering veroorzaakt een aantal verschillende symptomen. Schildklierhormonen hebben de taak om de stofwisseling, de bloedomloop en de neurale reactie door het hele lichaam te reguleren. De ontwikkeling van hypothyreoïdie is verbonden aan een slecht dieet, blootstelling aan gifstoffen, stress en andere slechte gewoontes die invloed hebben op je algehele gezondheid. Wat zijn de symptomen van hypothyreoïdie? Wanneer iemand deze aandoening ontwikkelt, zal hij verschillende veranderingen in zijn lichaam merken, doordat de hormonen niet meer in balans zijn. Het voordeel hiervan is dat je je stofwisseling gemakkelijk kunt veranderen en kunt aanpassen op jouw behoeftes als je bijvoorbeeld wilt afvallen of je gezondheid wilt verbeteren. Daarnaast is het belangrijk om voldoende lichaamsbeweging te krijgen en dagelijks tussen de 7 en 8 uur te slapen zonder gestoord te worden. Voedingsmiddelen die de stofwisseling versnellen en hypothyreoïdie tegengaan. Wanneer je gediagnosticeerd bent met hypothyreoïdie is het belangrijk om een aantal veranderingen te maken in je dieet om gewichtstoename en andere gevolgen die een verminderde schildklierproductie kan hebben te voorkomen. De voedingsmiddelen en voedingsstoffen die we hieronder bespreken zijn allemaal zeer effectief om de werking van de schildklier te ondersteunen en deze aandoening te verbeteren. Jodiumrijke voedingsmiddelen. Jodium is een essentiële voedingsstof voor de werking van de schildklier en in veel gevallen is hypothyreoïdie het gevolg van een tekort aan jodium. Het consumeren van jodium kan helpen om angst- en spijsverteringproblemen als parasieten, ontsteking en indigestie onder controle te houden. Dit mineraal kun je vooral halen uit marine algen, bosbessen, gewone yoghurt, witte bonen, biologische aardbeien, Himalaya zout, zuivelproducten, aardappelen, supplementen, kokosolie. Kokosolie kan de stofwisseling versnellen en stimuleert de aanmaak van schildklierhormonen. De antibiotische en antifungale eigenschappen die deze olie heeft, kunnen helpen om bacteriën als Helicobacter pylori en schimmels als candida tegen te gaan. Het is echter wel belangrijk dat je 100 biologische kokosolie koopt die geheel onverwerkt is. Hoe gebruik je kokosolie? Begin door elke dag 1 theelepel kokosolie in te nemen en verhoog deze dosering geleidelijk aan tot 3 theelepels per dag. B-vitamines. Alle B-vitamines zijn essentieel om ervoor te zorgen dat je schildklier gezond blijft. Toch spelen ze allemaal hun eigen rol. Thiamine, B1, is behulpzaam in het geval je last hebt van een overactieve schildklier. Riboflavine, B2, is belangrijk voor een goede aanmaak van schildklierhormonen. Niacine, B3. Is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle cellen en klieren in het lichaam efficiënt functioneren.
Pyridoxine, B6, is noodzakelijk, omdat de schildklier zonder pyridoxine jodium niet efficiënt kan verwerken. Cobalamine, B12, hypothyreoïdie zorgt ervoor dat vitamine B12 niet goed door het lichaam geabsorbeerd kan worden. Dit is een ernstig probleem, omdat je bij een gebrek aan vitamine B12 meer kans hebt op het ontwikkelen van neurologische aandoeningen. Vitamine D. Een gebrek aan vitamine D kan in verband worden gebracht met meerdere auto-immuunstoornissen, waaronder ook problemen met de schildklier. Vitamine D kun je binnenkrijgen door middel van supplementen of door dagelijks een paar minuten zon te vangen. Zink. Zowel hypothyreoïdie als hyperthyreoïdie kan worden veroorzaakt door een tekort aan zink. Dit mineraal ondersteunt het immuunsysteem en kan helpen bij gewichtsverlies. Wil je meer weten? Lees dan: reguleer de schildklier met deze voedingsmiddelen. Koper. Koper kan helpen om de schildklier in balans te brengen en gaat bepaalde symptomen tegen, zoals een afname van rode bloedcellen, een zwakkere huid en problemen met de haren en nagels. Een goede bron van koper is chlorofiel, een bestanddeel dat je vooral vindt in algen, groene groenten en supplementen. Visolie. Visolie is aanbevolen om de opname van schildklierhormonen te ondersteunen en zo hypothyreoïdie tegen te gaan. Het bevat omega-3 vetzuren, die ook ontstekingen remmen en de cardiovasculaire gezondheid verbeteren. Vezels. Het consumeren van vezelrijk voedsel is een geweldige manier om gewichtstoename te voorkomen en de bloedsuikerspiegel te verlagen. Vezels verbeteren de spijsvertering, houden de eetlust onder controle en reguleren een hoog cholesterolgehalte. Als je vermoedt dat je last hebt van hypothyreoïdie, dan kun je het beste je dokter raadplegen om de juiste diagnose te krijgen. De voedingsmiddelen die we in dit artikel hebben besproken, zijn slechts bedoeld als aanvulling op een gezond dieet. Baseer je voedselkeuzes altijd op het advies van een deskundige.